Hallo iedereen, ik ben Laurens van Belgium Car Reviews en vandaag zijn we onderweg met een BMW 335D. Nu, laten we van start gaan met wat deze wagen zo speciaal maakt, namelijk de motor. Onder de motorkap zit een 3 liter 6 in lijn biturbo motor. Nu, wat maakt deze motor zo speciaal, is het turbosysteem dat gebruikt werd. BMW heeft gebruik gemaakt van 2 turbo's, namelijk een kleine en een grote turbo. De kleine turbo helpt bij de lagere toeren en de grote turbo duwt de wagen vooruit bij een hoger toerental. Nu, wat betekent dit in de praktijk? In de praktijk betekent dit dat de wagen, toen hij gelanceerd werd, de sterkste 6-cilinder diesel was op de markt. Hij produceerde 286 pk en zo'n 560 newtonmeter koppel. Maar vandaag zijn we onderweg met een speciaal en geremapte wagen. Deze wagen produceert ongeveer tussen de 340 en de 350 pk en zo'n 700 newtonmeter koppel. Nu, om dit te kaderen, de allernieuwste Porsche Turbo S produceert hetzelfde aantal newtonmeters als deze wagen. Wat betekent dit in de praktijk? Een 0 naar 100 die dat voor ons nog onbekend is. Maar dat gaan we nu ondervinden. Go. Ja. Dus gekoppeld aan deze aandrijflijn zit een automatische versnellingsbak met 6 versnellingen van ZF. Deze versnellingsbak is wereldwijd gekend van zijn goede kwaliteit en wordt door meerdere merken gebruikt. Nu, de versnellingsbak past perfect bij deze wagen. Op langere afstanden en wanneer je rustig wilt rijden, schakelt hij vlot en zeer soepel. Maar wanneer je de wagen echt bij zijn nek wil nemen en de bochten wil opzoeken, schakelt hij zeer vlot. Je kan hem zelfs in sport zetten en zelf de versnellingen kiezen. Het stuur zelf zit zeer goed in de hand. De besturing is redelijk zwaar, maar dat hindert vooral niet. Het speelt bij de twee karakters die deze wagen heeft. Wanneer je rustig door druk verkeer aan het rijden bent, dan is het zeer soepel, gaat het allemaal zeer vlot. Maar het is ook direct wanneer je de bochten opzoekt, eventueel het circuit. En dat past eigenlijk, ondanks dat het een diesel is, zeer goed bij deze wagen. Deze wagen is rijkelijk uitgerust met enkele opties. De buitenkleur is saffier zwarte lak. Van binnen heeft hij piano houten inleg. En hij heeft een M-pakket. Wat houdt dit M-pakket in? De vering, de bodykit langs de buitenkant en ook een M-sportstuur. Nu, de zetels waar we in zitten. Ze zitten zeer comfortabel. Zijn volledig bedekt met leer. Wat natuurlijk de luxe van BMW weerspiegelt. Andere opties die aanwezig zijn op deze wagen zijn Keyless Go, een verwarmde zetels, een uitgebreid navigatiesysteem, als ook een schuifdak. Nu, de praktische kant van deze wagen, het is een vierdeur sedan. Vanachter heb je voldoende beenruimte. Zoals je kan zien heb ik een zitpositie aangenomen achter mezelf. En ik heb nog voldoende been- en hoofdruimte aanwezig wanneer ik achter mij zit. Het heeft een ruime koffer en je kan de achterzetels platleggen. Al bij al is dit een wagen met 2 karakters. Wanneer je op de dagdagelijkse dagen huiswerkverkeer moet vervoeren, voert deze wagen dat perfect uit. Maar wanneer je op de weekends de bochtige wegen gaat opzoeken, is dit ook mogelijk. Nu, heb je interesse in deze wagen? Aarzel dan niet om onze vrienden van
Ham Motors te contacteren. Ze zijn gesitueerd in Ham en zijn al jaren gespecialiseerd in BMW-modellen van deze aard. Dus wil je meer informatie over deze wagen? Ga dan naar www.hammotors.be of klik de link in de beschrijving van deze video. Wil je in de toekomst meer video's zien? Aarzel dan niet om deze video een thumbs up te geven en te abonneren op mijn kanaal.